Hey, welkom bij een nieuwe video. Wat hebben bedrijven zoals Apple, Nike, Amazon en Disney met elkaar gemeen? Zoals je aan de titel van de video kan zien, zijn deze bedrijven allemaal begonnen in hun garage en in vrij korte tijd uitgegroeid tot de rijkste en meest invloedrijke bedrijven ter wereld. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je zin hebt in deze interessante video. Nummer 10. Aan het einde van 1993 begon Jeff Bezos Amazon ergens in een gehuurde woning in Bellevue, Washington. Hij had niet veel geld, maar gelukkig konden zijn ouders hem ondersteunen met een startkapitaal van bijna $250.000. Gaandeweg kwam hij erachter dat steeds meer mensen de komende jaren via internet zullen kopen en verkopen. Na het nodige onderzoek kwam hij tot de conclusie dat hij het beste kon beginnen met het verkopen van boeken. Geen slecht besluit, want alleen al in de eerste 2 maanden van zijn bedrijf verkocht hij aan alle 50 staten in Amerika en meer dan 45 landen, waardoor hij $25.000 per week kon omzetten. In 1995 richtte hij Amazon.com officieel op. In eerste instantie was Bezos van plan om zijn bedrijf Kadabra Inc. te noemen, maar later veranderde het in een beter klinkend woord Amazon. Volgens hem wilde hij, net als hoe het Amazonegebied de grootste ter wereld is, ook dat zijn bedrijf de grootste wereldwijde boekhandel zou worden. Nummer 9. Mattel is een Amerikaans speelgoedproductiebedrijf. Onder de vele producten en merken die het produceert zijn Barbie en Hot Wheels de bekendste. Harold Matt Madsen en Elliot en Ruth Handler richtten Mattel op in 1945 in een garage in Zuid-Californië. Matt en Elliot waren eigenlijk makers van fotolijstjes, maar op een dag begon Elliot met het maken van poppenhuismeubels. Ruth Handler, Elliot's vrouw, zag dat de meubels verkocht kunnen worden. Dus nam ze een koffer vol poppenhuismeubilair mee naar een winkel in Wilshire Boulevard. En net zoals ze dacht, was de winkelmanager zeer geïnteresseerd in hun producten. Al snel besloten ze om te werken aan speelgoed en hun allereerste hit in 1947 was een speelgoed dat ze UKA Doodle noemden. Helaas moest Harold Madsen het bedrijf verlaten vanwege een slechte gezondheid, maar Ruth nam zijn plaats in. In 1959 vond ze een pop uit die later bekend stond als de beroemde Barbie, die ze vernoemde naar hun dochter Barbara. Nummer 8. Er zijn diverse documentaires gemaakt over het levensverhaal van Steve Jobs, de oprichter van Apple. Het algemene verhaal vertelt dat Apple begon in een garage, maar dat is echter niet helemaal waar. Het bedrijf werd opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. Volgens Wozniak hadden ze geen ontwerpen of plannen gemaakt in een garage, maar gebruikten het om de computers in elkaar te zetten en vervolgens te leveren aan winkels. Wozniak denkt dat de garage een grote rol heeft gespeeld in hun begin, omdat het een thuisgevoel gaf. Iets later maakte hij uiteindelijk een machine die later de Apple One werd genoemd. Toen Jobs de potentie zag, overtuigde hij Wozniak om het te verkopen. Ze hadden de Apple One aangeboden aan de computerleverancier HP, maar gelukkig werden ze afgewezen, anders zou er vandaag geen Apple zijn. Nummer 7. Larry Page en Sergey Brin, de 2 oprichters van Google, ontmoeten elkaar bij toeval aan de Stanford University. Page was een nieuwe student en Brin werd toegewezen om hem de campus te laten zien. Uiteindelijk werden de 2 partners en richtten een bedrijf op, maar ze hadden geen geld. Dus zochten ze contact met hun medestudent Susan Wojcicki, die haar garage in Menlo Park, Californië verhuurde aan Page en Brin. En toen Google groter werd, werd Wojcicki de eerste marketingmanager van het bedrijf. Zoals je misschien wel weet is Susan Wojcicki tegenwoordig de CEO van YouTube. Het belangrijkste doel voor Google was om een zoekmachine te maken die allerlei informatie organiseert en onderhoudt. Vanwege dit doel kwamen ze met de naam Google, dat een woordspelling van de wiskundige term Google is, die gelijk is aan het getal 1 gevolgd door 100 nullen. Nummer 6. Walt Disney begon zijn carrière bij de Lefogram Filmstudio die hij samen met de getalenteerde animator oprichtte in Kansas City in 1922. De studio produceerde cartoons gebaseerd op fabels en sprookjes. Ze produceerden een film getiteld Alice in Cartoonland, maar binnen enkele weken werd Disney gedwongen om faillissement aan te vragen. Hij vertrok toen naar Hollywood waar hij weer begon te tekenen in een garage van zijn oom. Samen met zijn broer Roy Disney kocht hij een tweedehands camera van $200 en creëerde een succesvolle Alice comedy serie. Toen in 1927 begon Disney een nieuwe serie met het personage Oswald the Lucky Rabbit. De distributeur namen de rechten over van dit personage. Disney veranderde Oswald's uiterlijk om een nieuw personage te creëren dat hij Mortimer Mouse noemde.
Zijn vrouw hield niet van het geluid van de naam, dus vroeg ze hem om het te veranderen. En zo werd Mickey Mouse geboren. Nummer 5. Bill Bowerman, een van de oprichters van Nike, was een coach aan de Universiteit van Oregon en hij was toegewijd aan het vinden van een manier om hardloopschoenen te maken. Hij experimenteerde met vele materialen en ontwerpen. Op een dag tijdens het ontbijt kreeg hij een idee. Hij nam zijn wafelijzer mee naar de garage en goot er een chemisch rubber in. Het rubber met wafelpatroon gebruikte hij als onderkant van de schoenen. Het gaf niet alleen een licht gevoel, maar het kon ook de impact absorberen. Bowerman vroeg toen aan een van zijn atleten, Phil Knight, om de schoenen te testen. Knight was enthousiast en niet lang daarna startte ze hun eigen bedrijf. Knight sloeg de schoenen op in zijn garage en verkocht ze vanuit zijn kofferbak tijdens sportwedstrijden. Het bedrijf startte onder de naam Blue Ribbon, maar in 1972 werd de naam veranderd in Nike. De naam Nike was gebaseerd op de Griekse godin van overwinning met dezelfde naam. Nummer 4. In 1901, toen Williams S. Harley nog maar 21 jaar oud was, tekende hij een blauwdruk voor een motor die in een fiets paste. Zijn broer Arthur en zijn jeugdvriend die Arthur Davison heette, raakten zo geïnteresseerd in het ontwerp dat zij hun werkruimte in een houten loods van 3x5 meter opzetten. De deur had zelfs Harley Davison Motor Company erop geschreven. Later in 1903, toen ze het eerst werkende model produceerden, verkochten ze een motorfiets aan hun schoolvriend Henry Meyer. En het jaar erna werd in Chicago de eerste dealer van Harley-Davidson motorfietsen opgericht. Het bedrijf werd sterker door de jaren heen, mede door het imago van vrijheid en het produceerde zelfs meer motorfietsen in die tijd. Het kreeg zelfs nog meer populariteit toen Robert Craig Neville, een beroemde Amerikaanse stuntman, een Harley-Davidson gebruikte voor zijn stunts. Nummer 3. De HP-garage waar Bill Hewlett en Dave Packard hun bedrijf begonnen is een officiële California Historical Landmark. Het werd gemarkeerd met een plaquette met de tekst geboorteplaats van Silicon Valley. Toen de twee oprichters besloten het bedrijf te starten, verliet Dave zijn goede baan bij General Electric in New York, terwijl Bill op zoek was naar een goede ruimte. Ze vonden een huis aan de Edison Avenue 367 die ze speciaal kozen vanwege de garage die ze als werkplaats konden gebruiken. Het pand heeft een 3-kamer begane grondflat voor Dave en zijn vrouw Lucille en een 2x5 meter schuur voor Bill. De huur van $45 per maand deelden ze. Ze hadden de garage ingericht als een onderzoekslab en werkplaats, maar het diende ook als een productieruimte voor hun eerste producten. Of het bedrijf nu Hewlett-Packard of Packard-Hewlett genoemd moest worden, hebben ze eerlijk geregeld door kop of munt te spelen. Nummer 2. Voordat Microsoft het gigantische hoofdkantoor in Redmond, Washington had, begon het in een garage van een jonge Bill Gates in Albuquerque, New Mexico in 1975. Bill Gates richtte samen met zijn vriend Paul Allen het Amerikaanse technologiebedrijf op. Beide jongens waren fanatieke computergeeks die regelmatig spijbelden om stiekem op de computers in hun school te kunnen werken. Toen ze de schoolcomputers hadden gehackt, kregen ze straf. Maar in plaats van school te worden gestuurd, werd ze een onbeperkte computertijd aangeboden in ruil voor het helpen van de school bij het verbeteren van de computerprestaties. Op jonge leeftijd begonnen ze hun eigen kleine bedrijf genaamd Trevo Data en verkochten ze hun computer aan de stad Seattle. Helaas verliet Bill Gates Seattle om rechten te gaan studeren aan de Universiteit van Harvard. Maar zijn liefde voor computers bleef bestaan en stopte zijn studie halverwege om samen met Paul Allen voor het bedrijf te kiezen. Samen besloten ze om het bedrijf Microsoft te noemen, dat eenvoudig microcomputer en software betekent. Nummer 1. Kevin Plank, de oprichter van het Amerikaanse bedrijf Under Armour dat schoenen en sport en casual kleding maakt, begon zijn producten te verkopen in de kleine kelder van zijn oma. Het is misschien niet een garage, maar nog steeds een klein begin. Kevin was vroeger de teamcaptain van het voetbalteam van de Universiteit van Maryland. Zijn t-shirts zouden elke keer gedrenkt zijn in het zweet als hij ze onder zijn jersey droeg en dat vond hij niet zo leuk. Hij werd dus geïnspireerd om t-shirts te maken van een speciale stof zodat zijn t-shirt niet elke keer onder het zweet zat. Kevin was eerst van plan om het bedrijf Body Armor te noemen, maar het lukte niet om het handelsmerk te krijgen. Toen noemde op een dag zijn oudste broer het bedrijf per ongeluk Under Armour. Toen hij dat hoorde, besloot hij dus met die naam te gaan. Deze bedrijven bewijzen dat het niet uitmaakt waar je begint. Het maakt dus niet uit hoe klein je begint. Zolang je doorgaat kun je je dromen verwezenlijken. Wil jij later ook een eigen bedrijf starten? En wat zou je dan willen doen? Laat het me weten in de reacties. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt?
Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.